Goedemiddag iedereen en welkom op mijn kanaal. Mijn naam is Stijn en vandaag analyseer ik met jullie twee verschillende weerstanden in parallel. Dus we hebben een circuit, twee parallel weerstanden. We hebben een bronspanning van 5 volt en onze weerstanden R1 heeft de waarde van 1000 ohm, R2 heeft de waarde van 2000 ohm. Wat vraag ik? Ik vraag de vervangingsweerstand, de totale stroom en de stroom door weerstand 2, dus de weerstand van 2 kilo. De formule die we moeten noemen, die we moeten gebruiken, is de formule voor de vervangingsweerstand. R1 maal R2 deel door R1 plus R2. En de wet van Ohm, spanning is gelijk aan stroom maal weerstand. Eerste stap, berekenen van onze vervangingsweerstand. Dus dan moeten we de waarde van R1 en R2 invullen in onze formule voor de vervangingsweerstand. En dat komt dan neer op 1000 ohm maal 2000 ohm. Door 1000 plus 2000 is gelijk aan 667 ohm. Eens dat wij onze vervangingsweerstand bepaald hebben, kunnen we die twee weerstanden in parallel dus vervangen door één weerstand. Onze volgende stap is dan om onze stroom te berekenen. En toen we met behulp van de wet van Ohm. Onze stroom is gelijk aan spanning over onze vervangingsweerstand. Dit is dan de bronspanning. Deel door de vervangingsweerstand. Dus 5 volt deel door 667 ohm. Dat is ongeveer gelijk aan 7,5 milliampère. Nu we dus de vervangingsweerstand, de stroom en de bronspanning kennen, kunnen we ons circuit terug gaan uitklappen. We kunnen de vervangingsweerstand terug gaan vervangen door zijn twee individuele parallelweerstanden. En nu kunnen we ook de stromen door onze twee parallelweerstanden. Dat konden we in het begin ook. En nu hebben we wel al de waarde van onze totale stroom, waar dat wij de twee individuele stromen mee kunnen verifiëren. Hoe gaan we de individuele stromen berekenen? Of elke weerstand staat in dit geval de bronspanning. En de waarde van de weerstanden die zijn ook gekend. Dus we kunnen gewoon door stroom door elke individuele weerstand gaan berekenen. Met behulp van de wet van Ohm. Stroom door de eerste weerstand is gelijk aan de bronspanning deel door de waarde van de weerstand. Is 5 volt deel door 1000 ohm. Dat zal dan gelijk zijn aan 5 milliampère. Dus wat kunnen we dan al zien? Als wij door onze eerste weerstand 5 milliampère hebben, de totale stroom is gelijk aan 6 milliampère. We weten met parallelschakelingen dat de stroom die dat geleverd wordt door de bron zich zal verdelen door de twee takken. Dus de som van de stromen door de twee parallel takken moet dus gelijk zijn aan de totale stroom. Dus we kunnen dan al vermoeden dat de stroom door de tweede weerstand gelijk zal zijn aan 7,5 milliampère min 5 milliampère en het zou een 2,5 milliampère moeten zijn. Kunnen we verifiëren? We berekenen ook eens de stroom door de tweede weerstand met behulp van de wet van Ohm. Dat is dan 5 volt deel door 2000 ohm. En dan komen we dus inderdaad uit op 2,5 milliampère.